Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganze Bijbel. Vandaag gaan we verder met Matthäus 16. We volgen Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde. We zien hoe hij omgaat met allerlei verschillende mensen. Laten we nog even terugblikken op de ontmoetingen die we de vorige keer besproken hebben. In Matthäus 15 was er opnieuw een confrontatie met de Fariseeën. Ze zijn erop uit om Jezus onderuit te halen, maar het lukt hen niet. De Heer Jezus zegt hen ronduit dat ze bezig zijn met een toneelstuk. Voor het oog van de mensen doen ze zich vroom voor, maar God kijkt naar wat er in hun hart leeft en dat hart is ver van God. Maar er waren ook andere mensen. Er kwam een vrouw, ze was niet Joods, ze kwam bij Jezus pleiten voor haar dochter. Haar kind was bezeten en zij ging ermee naar de enige die uitkomst kon geven. Ze smeekte de Heer om haar kind te redden. Ze wist dat ze er geen recht op had, maar bleef aandringen. De Heer Jezus antwoordde haar: Wat heeft u een groot geloof? En hij maakte haar dochter gezond. Wat een bemoediging om kinderen of kleinkinderen steeds weer onder de aandacht van de Heer te mogen brengen. Houd nooit op om voor hen te smeken. Matthäus 15 eindigt opnieuw met duizenden mensen die te eten krijgen van de Heer Jezus. Het leek voor de discipelen onmogelijk om voldoende eten bij elkaar te krijgen voor alle mensen. De Heer leert hen echter om niet te zien naar wat er ontbreekt. Ze moeten kijken naar wat ze wel hebben en dat aan Hem geven. Hij maakt er meer van. In het zestiende hoofdstuk van het Evangelie naar Matthäus zullen we zien dat de Farizeeën en de Sadduceeën Jezus om een teken vragen. Daarnaast dat Jezus zijn leerlingen waarschuwt voor het gist van de Farizeeën en de Sadduceeën. Ten slotte dat Jezus oproept tot geloof in Hem en Hij voorspelt Zijn dood en opstanding. In Matthäus 16 zullen we tevens drie verschillende oogpunten over de Here Jezus ontdekken. Het eerste oogpunt vinden we bij de Farizeeën en de Sadduceeën. Zij beschouwen Jezus als een bedrieger. Zij geloven niet in Hem als de Messias of als de Verlosser. Het tweede oogpunt komt van de mensen van het volk. Zij denken dat de Heer Jezus Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een andere profeet is. Zij vereerden Hem wel, maar ook zij zien niet wie Hij echt is. Het derde oogpunt komt van de leerlingen van de Heer Jezus. Zij geloven in Hem als de Messias, de zoon van de levende God. Matthieu 16, vers 1 tot en met 4. En de Fariseeën en de Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En zij vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood. En smorgens, morgens: Vandaag storm, want de hemel is somberrood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden. En kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelig geslacht verlangt naar een teken. Maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En hij verliet hen en ging weg. In feite willen ze hem, met de vraag om een teken, in de val lokken. In Matthäus 12, vers 38 vroegen de Farizeeën en de Sadduceeën Jezus ook al om een teken. Nu vragen ze om een teken uit de hemel. Mogelijk geloven ze nog steeds dat de wonderen van Jezus gebeuren met de macht van de duivel. Als er nu eens een teken in de hemel zou zijn, dan zou dat enkel van God kunnen komen. Bij hun vorige vraag om een teken verwees Jezus naar het teken van Jona. En dat doet de Heer nu opnieuw. Daarvoor verwijst ge eerst nog naar tekenen die het weer voorspellen. Hoewel de Fariseeën en Sadduceeën scherp de tekenen die het weer voorspellen konden onderscheiden, zagen zij de tekenen van de tijden niet. Jezus was deze keer nog korter in zijn antwoord dan in Matthäus 15. Al eerder had hij verwezen naar het teken van Jona. Jona werd een teken voor de inwoners van Nineveh. Jona werd naar de inwoners van Nineveh gezonden na drie dagen in de buik van een vis geweest te zijn. Met dit teken doelde Jezus op zijn opstanding. Door zijn opstanding zou hij namelijk volledig triomferen en bewijzen dat hij de Messias was. In Romeinen 1, vers 4 staat. Wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God. Door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Zijn opstanding is het teken van zijn volkomen overwinning over alle vijanden. Verder gebruikte de Heer een heel sterke bewoording om deze farizeeën en Sadduceeën te karakteriseren, namelijk het verdorven en overspelig geslacht. Het zijn termen die de profeten Ezekiel en Hosea gebruiken als ze spreken over de geestelijke ontucht van Israël. Dat Jezus hen verliet en wegging, betekent ook dat hij hen overhaf aan het lot en dat zij voor de verharding van hun hart hadden gekozen. Samen met zijn leerlingen vertrekt hij naar de overkant van het meer van Galilea. Matthäus 16, versen 5 tot en met 12. En toen zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. Jezus zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdicht van de fariseeën en de sadduceeën. Zij spraken erover met elkaar en zeiden, dit zegt gij omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nu nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt? Waarom ziet u dan niet in dat ik tot u niet over brood gesproken heb, toen ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdig van de farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat gij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdig van het brood, maar voor het onderricht van de farizeeën en de Sadduceeën. Het zuurdig of de gist is beeldspraak. Het spreekt over het allesdoordringende en het slechte. Het zuurdig van de farizeeën en de Sadduceeën is hun denkwijze en de daaruit voortvloeiende leer, die aanstekelijk werkte op het volk en tot gevolg had dat men het onderwijs van Jezus niet aanvaarde. De leerlingen moesten zich hierdoor niet laten misleiden, maar zich van hen afscheiden. Ter herinnering, in Matthäus 15, vers 14, zei Jezus over de Fariseeën het volgende tegen zijn discipelen: Laat hen gaan, het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. Dat de Heer nu deze waarschuwing heeft, kan erop wijzen dat de discipelen niet erg waakzaam waren tegenover het gevaar dat hen van de kant van de Fariseeën en de Sadduceeën bedreigde. In het begin begrepen de leerlingen van Jezus de betekenis van het zuurdicht niet. Ze dachten dat het over brood ging. Maar het ging niet over brood als voedsel. Het ging over gist als een valse leer. Wanneer iemand over het zuurdicht van het evangelie spreekt, is dat een verkeerd gebruik van woorden. Gist is geen afbeelding van het evangelie. Het is een symbool van het kwaad. Matthäus 16, versen 13 tot en met 20. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat ik, de zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia, of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bent op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u onbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Jezus en zijn volgelingen zijn in Caesarea Philippi aangekomen. Caesarea Philippi werd vroeger Paneas, het huidige Banias genoemd, en ligt hoog in het noorden van Israël, aan de voet van de Hermon. De viervorst Philippus herbouwde de stad en noemde haar Caesarea, wat keizerstad betekent, om de keizer te eren. Om deze plaats te onderscheiden van het andere en meer bekende Caesarea bij de zee, kreeg de stad de naam Philippi, naar Philippus. Jezus vroeg aan zijn leerlingen voor wie het volk hem in het algemeen aanzag. Dit als voorbereiding op de vraag voor wie zij hem hielden. Het is van fundamenteel belang te weten wie de Heer Jezus is. Als een mens op dit punt geen duidelijkheid krijgt, zal hij of zij ook nooit duidelijkheid krijgen over iets anders wat tot het Koninkrijk van de Hemelen behoort. Vanuit Caesarea Filippi gaat Jezus naar het zuiden, in de richting van Jeruzalem, waar hij uiteindelijk zal gekruisigd worden. Voordat de Heer aan de reis begint, zijn er twee zaken die Hij aan zijn volgelingen duidelijk wil maken: in de eerste plaats wie Hij is, en in de tweede plaats wat Hij had toen in Jeruzalem. Dit zijn twee punten die ook voor jou en mij duidelijk moeten zijn. Dit moet een mens weten om zijn of haar geloof te kunnen uitoefenen. Een mens moet het weten om gered te kunnen worden van de eeuwige dood. De eerste vraag van de Heer Jezus is, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wie is de Heer Jezus volgens jou? Die vraag stelt de Heer vandaag nog steeds. Hij is nog steeds de meest besproken en controversiële man die ooit op deze aarde heeft rondgelopen. Ik denk dat wanneer wij deze vraag zouden stellen aan mensen op de straat, we ook allerlei tegenstrijdige antwoorden zouden krijgen. De antwoorden die de leerlingen van Jezus geven laten dat al zien. De een zegt Johannes de Doper. Zeker, hij was een groot man en de mensen zagen dat ook. Anderen zeggen dat Jezus Elia was, een van de grootste profeten uit het Oude Testament. Of Jeremia, een andere profeet uit de periode van de ballingschap. De drie grote persoonlijkheden die hier genoemd worden, tonen dat het volk hoge gedachten had over Jezus. Maar ze zagen niet in dat hij de Messias was. In de weergave van de Vermeldingen staat de opvatting van Herodes en het Hof vooraan. Hij had gezegd dat het Johannes de doper moest zijn. De profeet Maliachi had geprofeteerd dat Elia zou terugkomen als voorloper van de Messias. Jeremia was de profeet die wel het meest op Jezus leek. Namelijk het samengaan van goddelijk gezag en lijden is bij beiden kenmerkend. Er was bij de mensen in die dagen een grote variatie aan gezichtspunten. Welke antwoorden zouden de mensen bij jou in de straat geven? Ik denk dat het ook allemaal verschillende antwoorden zouden zijn. Bijvoorbeeld een stichter van een godsdienst of een goed mens of een bekende profeet uit de geschiedenis. Nu was het tijd voor de discipelen om antwoord te geven op dezelfde vraag. In een paar woorden spreekt Petrus een beleidenis uit die een keerpunt in de heilsgeschiedenis betekende. Hij sprak namens alle discipelen, alle gelovigen, met grote kracht en nadruk. De titel Messias, Christus, omschrijft de totale bediening van Jezus. Zoon van de levende God betekent dat Jezus de zoon van de levende God is in unieke zin. Dat God zichzelf in en door hem openbaart. God is geen God van doden, maar van levenden. Afgoden zijn dood en kunnen niet praten. U bent de Christus, dat is de Messias, de gezegende, de ene die al in het Oude Testament voorspeld werd. De Heere Jezus was deze persoon. Het was het mooiste getuigenis en de hoogste blijk van eer en respect. Een geloofsgetuigenis. Alleen door de Heilige Geest kan je een volgeling van Christus worden en zeggen dat Jezus de Heere is. Alleen de Heilige Geest kan het wezen van Christus openbaren. Het komt niet van een mens. Dat zegt Jezus aan Petrus. Het komt van God. Nadat Petrus had gezegd: U bent de Christus, zei Jezus nu tot hem: Jij bent Petrus. De Heer had Simon al bij de eerste ontmoeting Petrus genoemd. Sommige rabbis gaven hun leerlingen bijnamen op grond van hun karakter of voorkomen, maar nu werd bevestigd dat Petrus ook is wat zijn tweede naam zegt. Petrus is een vertaling van het Aramese woord keifa, en Petra is de vertaling van een Grieks woord. Beiden betekenen ze rots of rotsblok. Maar welke rots bedoelt Jezus nu, wanneer gij zegt dat hij op deze Petra zijn gemeente zal bouwen? Petrus zelf is een steen, maar niet de hoeksteen. Dat wil zeggen, de eerste steen die nodig is voor de bouw van een huis en waarbij alle andere stenen zich zullen aansluiten. Want hij heeft als eerste de geloofsbelijdenis van de gemeente duidelijk uitgesproken. Petrus is niet de enige steen. Het gaat niet om de mens Simon Petrus. Een bijkomend sterk argument voor deze opvatting is het onderscheid in gebruikte woorden. Met andere woorden, een mogelijke woordspeling met de Griekse woorden Petros, dat gebruikt werd als eigen naam en dat, zoals ik al zei, een Arameese oorsprong heeft, en met Petraï, wat het Griekse woord voor rots is. Petrus heeft als eerste de geloofsbeleidenis van de kerk uitgesproken, maar velen, na hem, hebben deze geloofsbeleidenis herhaald. Petrus is de eerste steen van de kerk, maar wie is dan de rots? De rots is Christus zelf. Petrus bevestigt dat trouwens zelf, later, in 1 Petrus 2 vers 4 zegt hij... En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dit herinnert ook aan Jezaaie 28 vers 16. Daar staat, daarom, zo zegt de Heere Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weggaasten. In 1 Corinthians 3, vers 11 staat het zo. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Christus is het fundament. En hij zegt dat hij zijn gemeente op dat fundament zal bouwen. Toen hij dat zei, moest de gemeente of kerk er nog komen. In het Oude Testament was er nog geen kerk. De kerk werd gesticht na de dood, de opstanding en de hemelvaart van Christus. Daarna werd de Heilige Geest uitgestort en was de Kerk geboren. Met gemeente wordt hier niet een aardse instelling bedoeld, niet de Kerk waar in de media over gesproken wordt, geen gebouwen of door mensen aangestaalden, maar de Universele Kerk, het nieuwe volk van God, dat uit alle ware gelovigen van alle tijden en alle plaatsen bestaat. Deze gemeente wordt als een gebouw van God gebouwd door de Heere Jezus. De bouwmeester. Over die kerk zegt Jezus: de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat is beeldspraak voor de onderwereld, de Hades. Jezus profeteert dat de machten uit de onderwereld zijn gemeente niet zullen vernietigen. Eens, en dat kan binnenkort zijn, zal de Heer zelf neerdalen uit de hemel met een groot geluid. Dat geluid zal zijn als de stem van een aardsengel en als een trompet. Dan zullen degenen opstaan die in Christus zijn gestorven. Want de poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Jezus geeft nog een beeld, die van de sleutel. Hij zegt tegen Petrus: En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Dat beeld vinden we al in Nehemia 8, Jezaja 22 en in Openbaringen 3. Het geven van de sleutels aan de huisbeheerder symboliseert het overdragen van macht. De beheerder heeft dan dezelfde macht als zijn huisheer. Over deze macht handelt ook het binden en onbinden, dat in de hemel, dat wil zeggen door God, bevestigd zal worden. Het spreekt over de rechterlijke volmacht om iemand vrij te spreken of schuldig te verklaren. Net zoals het aanbieden van de vrede van God en het afschudden van het stof van de voeten. Als ook het vergeven en niet vergeven van de zonden. In het Oosterspraakgebruik beschrijven de tegenstellingen een totaliteit, zodat de volhoorde niet van belang is. Het gaat om de volmacht, de redding, de verlossing, mee te delen en het oordeel aan te kondigen. Dat Petrus als eerste, maar niet uitsluitend, deze volmacht zou bezitten, zien we als hij op de Pinksterdag het Koninkrijk van de Hemelen met zijn krachten weer opent voor de Joden. En later. In het huis van Cornelius voor de heidenen. In deze volmacht realiseert zich nu al een functie die alle gelovigen straks samen met de Heer Jezus zullen vervullen. Als we het woord niet openen, houden we de weg naar de hemel gesloten. Als we het woord openen, ontgrendelen we de weg naar de hemel. Kleudels zijn niet in het bezit van één enkel kerkgenootschap. De gemeente van Christus en iedere volgeling van Christus heeft de verantwoordelijkheid om het evangelie uit te dragen. Daarmee wordt in de naam van de Heer Mensenredding aangeboden. Een geweldige openbaring, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Voor we verder gaan, wil ik voor de volledigheid aankaarten dat de Katholieke Kerk Petrus als eerste paus ziet. Onder andere deze passage wordt gebruikt om de macht en de taken van de pauzen te verklaren. Deze uitleg wordt echter enkel in de Katholieke Kerk aanvaard, niet in het christendom in het algemeen. Mijns inziens zijn er ook heel veel verschillen tussen de bediening van Petrus en die van de pauzen. Matthäus 16, versen 21 tot en met 27. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat gij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei. God zei u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: Ga weg, achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: Als iemand achter mij aan wil komen, moet gij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder verhelden naar zijn daden. De Heer Jezus voorspelt zijn discipelen voor het eerst dat hij zal gedood worden. En dat gij weer zal opstaan. Het zal ongeveer nog zes maanden duren voordat dat plaatsvindt. Waarom heeft gij zo lang gewacht voordat gij zo'n belangrijke mededeling heeft bekendgemaakt? Daarvoor waren zijn volgelingen er nog niet klaar voor. Gezien hun reactie, zelfs nu nog niet. De Heer zal de aankondiging nog een aantal keren herhalen. Maar, hoewel zij deze intensieve aankondigingen kregen, drong de betekenis ervan niet tot hen door. Dat gebeurde pas na zijn opstanding. Ook Petrus geeft het er moeilijk mee. De dood aan het kruis kwam niet op in het hoofd van de volgelingen van Jezus. Jezus moet zelfs Petrus tot de orde roepen. Maar toch, de plaatsvervangende dood van Christus is het enige gebeuren dat ons kan redden van de eeuwige dood. Later schreef Petrus: Hij die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood. Voor de gerechtigheid zouden leven, door zijn streamen van te genezen. Wat een omschakeling heeft er plaatsgevonden in de gedachten van Petrus. Want hier in Matthäus 16 liep Petrus nog een beetje in de weg van Jezus. Jezus vervolgt zijn onderwijs aan zijn discipelen door te zeggen dat zij zichzelf niet belangrijk moeten vinden. Hun kruis moeten opnemen en hem moeten navolgen. Zijn wij al zover? Kunnen wij het al? Niet wij moeten het middelpunt van ons leven zijn, maar Hij. Wij moeten ons kruis dagelijks opnemen en de Heere Jezus navolgen. Niet het kruis van Christus, maar ons eigen kruis. Een mens kan ook kiezen om de Heere Jezus Christus niet na te volgen. Nu weet ik niet hoe lang de genade tijd van de levende God duurt. Ik weet wel dat de mens die weigert Christus te volgen op termijn het recht op het eeuwige leven bij Jezus zal verliezen. Bij de wederkomst van Christus zullen alle rekeningen vereffend worden en iedereen zal zijn loon ontvangen. De Heere Jezus sluit zijn toespraak af met de woorden uit Matthäus 16, vers 28. Voorwaar, ik zeg u: er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Er bestaan in grote lijnen drie verschillende verklaringen van dit vers. Het voert te ver om die hier te bespreken. Maar de werkelijke betekenis van deze uitspraak verstaan we pas in het licht van Matthäus 22, 23 en 24. Doordat de Joden hun Messias hebben verworpen, is de belofte van de komst van het Koninkrijk voor hen tijdelijk veranderd in een oordeel: ballingschap en vernietiging van de stad, en voor de wereld in een voorlopige doorbraak van het Koninkrijk, door de opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Daarover meer in de volgende uitzending. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.